Calpe begin 2019. Winterstage van de Koning Quickstep. Hier begint de voorbereiding op het wielerseizoen en worden de banden onder de wielrenners terug aangehaald. En midden in die hechte wolfpack, nieuwkomer Remco Evenepoel. Er komen altijd maar 1 of 2 nieuwe jongens, denk ik, of 3 misschien. En die komen in een ploeg die eigenlijk al goed loopt. Dus dan is het heel makkelijk om daarin mee te gaan. Op de fiets bewijst Remco dat hij mee kan met de grote jongens. Ik kan hier vorig jaar al zien dat hij echt super getalenteerd is. Ik denk dat hij hier deed als eerstejaars junior. Wow, dat is geen gewoon. Maar ondanks het optimisme heerst er ook bezorgdheid van de teamgenoten. Wat ik vooral schrik van heb, is dat andere ploegen hebben aan het test. Toch wel goed omringd moeten zijn door ploegmaats. Je weet niet wat er gaat gebeuren. 3 maanden later, nokere koersen. Remco's eerste wedstrijd op Belgische bodem bij de profs. En alle ogen zijn op hem gericht. En nu klaar voor zijn allereerste Belgische profkoers als lid van de Koning Quickstep. En dan, na maanden voorbereiding, is het eindelijk zover. Remco, if you can also move up. Ik heb eigenlijk vandaag ook een rol gehad van dat ik de 2 kopmannen moest wel begeleiden. Dat was wel het geval altijd. De Wolfpack kent een vlotte start. En Remco toont zich van zijn beste kant. Hij kan nu al over een geslaagde fiets spreken. Supergoed. Alles loopt gesmeerd. Tot 1 kilometer voor het einde. In het tumult van de valpartij verliest de Wolfpack kostbare tijd. En eindigt het ver achter alle anderen. 1, Akkerman 2. De verslagenheid op de teambus is groot. Je moet leren verliezen, te winnen. Dat gaat lukken. Maar ondanks de ontgoocheling blikt Remco terug op een leerrijke eerste profkoers. Er waren momenten dat we elkaar even kwijt waren. Dat zijn ook dingen die ik nu extra bij heb geleerd. Ik denk dat ik mijn draai direct goed gevonden heb in het peloton. Dat ik eigenlijk geen moeite heb met dat wringen en met dat gedoe van in het peloton rijden. En nu is ons werk echt bezig en nu is het echt van wedstrijd naar wedstrijd, van training naar training.